Als Vincent doorgaat met het leven wat hij nu leeft, belandt hij echt nog een keer in de bak, net zoals ik. Ik weet hoe ik eraan moet komen, ik weet hoe ik hem moet verkopen. Ze zit nu op een leeftijd waarbij je echt wat moet gaan doen met je leven, anders houdt het op. Van kind af aan altijd gehoord dat ik lelijk was en dat ik geen vrienden zou krijgen. Ik leef maar van dag op dag, ik kan net zo goed gewoon de mes naar mijn keel steken. Is keihard voor zichzelf. En zal zijn emoties nooit tonen. Idee dat hij doodongelukkig is. Hij heeft geen studie, geen school, geen werk, helemaal niks. Mag je even een hand geven? In Scrooge worden jongeren die dreigen af te glijden in hun leven geconfronteerd met de zorgen van vrienden en familieleden. In een emotioneel betoog luchten ze hun hart. Ik geloof nog steeds aan jou. Ik heb de hoop nooit opgegeven. Ik hou van je en iedereen om je heen hier ook. Dus ja, ik hoop dat als je het niet voor jezelf doet, ja, doe het dan van voor iedereen die hier zit. En ja, grijp deze kans, man. Ik ben bang, Nathalie, als je zo doorgaat, dat je jezelf helemaal kwijtraakt. En dat je over 10 jaar niet eens weet wie je bent en wat je kunt. Ja, kom weer tot bloei en laat ons weer van je genieten, schat. Het leven is gewoon niet makkelijk. Je moet stoppen met zelfmedelijden en het zelf gaan oppakken. Ik daag ze uit om met mij mee op pad te gaan. Ze laten me zien wat er misgaat in hun leven. Vaste plek waar om te wonen. Bijvoorbeeld. Want die heb je nu niet? Die heb ik nu niet, nee. Werk. Heb je ook niet? Momenteel niet, nee. En waarom ben je heel gaan brouwen? Om gewoon nergens meer aan te kunnen denken en niks meer te voelen eigenlijk. Ik toon ze een toekomst die op ze ligt te wachten als ze zo doorgaan met leven. Goeiedag. Jij gaat een dagje met me werken. Ik denk het. Bejaarde stront en luiers kan ik wel hebben, maar zo'n pislucht. Dat nee. Oké. Dat je met dit gedrag in de gevangenis kan belanden. Die kans acht ik echt geheel. Daarom wil ik je laten voelen hoe het is om een nachtje door te brengen in deze cel. Zet hem op, Vincent. Hoe denk je dat Vincent zich nu op dit moment voelt? Alleen. En erg op schoenen. Daarna laat ik ze een scenario beleven dat ze laat inzien hoe de toekomst ook kan uitpakken. Oude sporter? Ja, natuurlijk. Oké, dat heb je al voor. Hij is geen kind meer. Hij moet nu gaan beseffen dat hij zelf het leven met beide handen aan moet gaan pakken. Alleen je elleboog iets meer bij lichaam. Je staat helemaal open zo, hè? Wat wil je ermee bereikt? Oké, man. Misschien wedstrijd of zo. Kijk wel. Of zo? Of zo, ja. Of zo is half. Half. Je moet gewoon zeggen, ik wil gewoon wedstrijden vechten, ik wil gewoon knokken, ik wil er gewoon voor strijden. Ja. Dat lijkt me beter. Ik zie dat ze heel veel dromen heeft en dat ze echt wel potentie heeft om iets te worden, iets te leren. Maar ze komt er niet toe. Lukt het ze om de knop om te zetten en hun leven weer op te pakken? Als hij dus nu deze kans niet neemt om zijn leven weer op de rit te krijgen, dan... Ja, ben ik er ook gevoelsmatig klaar mee. Vanaf maandag 19 september, 9:30, Nederland 3. Scrooged.